Nou, dit wordt een lange dag. Ja, een hele lange dag. Kom op, jongens. We gaan. Vandaag ga ik golfen met een van de grootste golftalenten van Nederland. En er hoort deze foto bij van een groep kinderen van golfbaan Engelenburg in Brummen. Yannick hier is muzikant geworden. En met een van de bands waarin hij speelt, heeft hij onlangs een nieuwe cd gepresenteerd. Lennart staat niet op de foto, maar hoort wel bij het clubje. Was ooit nog clubkampioen met golfen, maar heeft inmiddels voor een andere sport gekozen, honkbal. En doet dat ook niet onverdienstelijk. En dan staan er ook nog twee broertjes op deze foto. Wouter de Vries, die gaat straks wat over mijn hoofdgast Floris vertellen. Hij was ooit de jongste speler die meedeed aan de Europese Tour. En is inmiddels 4 jaar professional. En vandaag breng ik hem weer samen met zijn oude golfclubje. Dat was een klein manneke. En, of 8, 9 denk ik dat hij toen was. Ja, schat ik. Eigenwijs, maar wel heel wijs. En een doorzettertje. En... naar mijn gevoel was het een beetje concurrentie met Wouter en Floris. Ik heb dat gevoel wel een beetje gehad, ja. Naast dat er wel gegolfd werd, was het ook heel veel gewoon qua jongensstreken uithalen. Dat is wel wat ik me herinner. Eigenlijk vooral spelletjes, want je bent natuurlijk als jong kind, dus het professionele spel zat er nog niet in. Dus hoe vermaak je de kinderen in? Nou, ik denk dat op dat moment zijn broer eigenlijk beter was. Ik was een gedreven jongen, die graag goed mee spelen. Ja, want hij kan ook niet tegen verlies. We deden ook wel wedstrijdjes en dan speelt er ook bij jonge kinderen wel een soort van rivaliteit en ik wil ook winnen. Ik heb hem op zich maar een jaar heb ik hem les gegeven. Grappig genoeg was ik wel de eerste golfleraar, dus hier word ik dan uitgenodigd. Dus dat is wel erg, dat is een eer voor mij. Ja, dat is heel professioneel hoor. Ziet er goed uit. We zijn Floris in Brummen bij Kasteel Engelenburg. Dit is de plek waar jij bent begonnen met golf. Ja. Een plek waar je naartoe moest, omdat dit de enige plaats was waar ze kinderen jonger dan 12 toelieten. Ja, als ik dit zo zie, dat is de mooiste plek van Nederland om te kunnen golfen, of ja. Niet? Ja, nee, absoluut. Ja, de entourage is echt helemaal fantastisch. Alleen dit is niet het echte clubhuis. Het golfclubhuis zit links daaronder. Een beetje weggestopt, maar nee, het is schitterend hier. En ja, het is wel echt genieten elke keer als je terugkomt. Wat voor een tijd was dat, dat jij hier hebt gespeeld? Nou, ik was toen veel meer van tennis. Ik wilde een goede tennisser worden. En dit was meer echt gewoon daarnaast en leuk. Maar het waren wel toen een aantal vrienden van toen, weet ik nog wel, waar ik mee omging. Die speelden ook, dus ze gingen mee. En het was superleuk en wedstrijdjes doen. Hoe serieus was je er op een gegeven moment wel mee bezig? Nou, het was meer mijn broer ging verschrikkelijk hard aan het begin. En hij trok me meer mee, weet je. Hij ging zo goed en ik ging er maar mee, weet je. Mijn ouders moesten ons toch brengen. En dat was toen wel leuk, maar tennis was wel echt mijn liefde. En, maar toen ging dat minder en werd golf wel meer mijn passie. Dus, maar hier begon het wel echt, ja. Leuk om hier weer te zijn? Ja, heel leuk, ja. Ja? Ik ben maar 1 keer terug geweest in zien, denk ik. Vorig jaar en nu weer, dus ja, echt leuk. Want dit is het clubje waar we je vanavond weer mee gaan samenbrengen. Oké. Okay. Hoeveel zal je er nog herinneren straks, denk je? Of herkennen? Nou, de meeste wel. Ik denk 2 niet of 3 niet. Nee, want het is natuurlijk niet echt een teamsport, meer een individuele sport. Dus je speelt niet heel lang met dezelfde samen. Nee. Dus het is lang geleden, hè? Ja, heel lang geleden, ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, vond het spannend. Nou, laten we naar binnen gaan. Ja. Floris de Vries wordt in 1989 in Rhede geboren en groeit op in Apeldoorn. Als kind voetbalt, golft en tennist hij en eigenlijk wil Floris proftennisser worden. Maar vanaf zijn 11e raakt hij verslaafd aan golf en is hij bijna dagelijks te vinden op de Engelenburg in Brummen. Met zijn broer Wouter belandt hij al snel in de nationale jeugdselectie en gaat hij toernooien in binnen- en buitenland spelen. Op zijn 14e speelt Floris als jongste speler ooit een wedstrijd op de Europese Tour, het KLM Open. Ik heb alleen maar genoten en het was gewoon super. Het is beter kan het niet. Dus als je voetballer wil worden en je mag in Ajax in de arena spelen, zo voelt dat denk ik dan. Op zijn 18e haalt hij niet alleen zijn HAVO-diploma, maar wint hij ook het Nationaal Open op de Roosendaalse Golfclub.
Een jaar later wordt hij professional en 2 jaar later maakt de Vries zijn debuut op het hoogste Europese niveau. Maar dan slaat het noodlot toe en raakt Floris aan zijn knie geblesseerd. Hij krijgt een medische vrijstelling, maar het jaar daarna weet hij zich toch niet te handhaven op de European Tour. Inmiddels werkt hij hard aan zijn rentrée op dit niveau. We gaan even wat filmpjes kijken van je oud-teamgenoten. De eerste gaat over Lennart. Dat was een goede golfer, toch? Lennart kon het aardig. En volgens mij was hij ook een kunnen dat het honkballer is of was. En ja, die kon het aardig, ja. Ja, leuke gozer. Ja? Ja. Nou, je had het inderdaad al over een passie voor een andere sport die hij heeft gekregen. Honkbal, inderdaad. Ja. Laten we maar even kijken. Ondanks het feit dat Lennart Robben niet onverdienstelijk heeft gegolfd, is hij toch overgestapt op een andere balsport. Zijn hart ligt namelijk bij honkbal. Wij hebben hier training vanavond. We zijn de eerste van Robben 58. En ja, gewoon trainen. Gewoon opmaken voor het komende seizoen. Op mijn 11e ben ik begonnen met honkbal. En ja, een vriend van mij die zat er al op. En ik ben er een keer meegegaan naar training van hem. En ja, toen was ik eigenlijk verkocht. Ik pitch zelf en ik sta op korte stop. Ja, tussen, in het binnenveld tussen honk 2 en honk 3. Ja, maar met name gooien. Dus vind ik het leuk zo. Verder gewoon een beetje ballen met vrienden. Wat is nou de overeenkomst tussen honkbal en golf? Ja, nee, weet ik eigenlijk niet. Ja, die is er eigenlijk helemaal niet volgens mij. Nou ja, het is allebei een bal en je moet er allebei tegenaan slaan. Maar ja, daar blijft het wel een beetje bij. Net als Floris begon ook Lennart al op jonge leeftijd met golf. Ja, we waren wel heel erg jong. Ik begon op mijn 5e. Ja, mijn vader zat er toen al op. En ja, toen ben ik daar eigenlijk door mijn vader een beetje mee begonnen. En in ieder geval heel veel trainen. En ja, een keertje 9 holes bijvoorbeeld. Gewoon 1 rondje. Dat lukt nog net dan. Dan was hij daarna wel helemaal gesloten. Nog een keer de clubkampioenschap van de jeugd heb ik gewonnen en ik heb het bewijs zelfs nog. Kijk, ja, hier sta ik bij en dit is hem. Ik heb toen gewonnen van Wouter en van Floris nog en ja, daar ben ik er trots op. Dus, toen hoorde ik later dat zij prof werden en toen had ik nog, ik had in ieder geval deze nog, dus daar was ik heel blij mee. Je hebt bewijs dat je destijds beter was dan ja, als hem. Ja, precies. Ja. Geen spijt dat je niet bent doorgegaan met de golf? Nou, toen ik te horen kreeg op een gegeven moment dat de Wouter en Floris allebei heel goed zijn geworden en dat ik toen nog dacht van hey shit, vroeger won ik nog wel een keer van hun. Toen dacht ik wel van, nou oké, okay. Als ik misschien door was gegaan dan had het misschien ook wel voor mij zo kunnen aflopen. Maar ja, goed, ja, het zij zo, dat is nou helemaal zo. Floris, ik wens je heel veel sterkte en veel succes verder. En ik hoop dat je maar beter mag worden dan Tiger Woods. En, veel succes. Goed man. Ja? Ja, leuk. Ja. Maar dat heb ik helemaal niet verwacht. Wat had je niet verwacht? Nou, dat we iemand hadden gesproken, wat dan ook. Dat is echt lang geleden. Volgens mij is hij ook helemaal niet lang doorgegaan met spelen en zo. Hij had het even over Tiger Woods. Heb jij een voorbeeld? Ja, wel Tiger Woods. Ja? Natuurlijk wel eens op de golfbaan, dus niet hoe hij daar buiten heeft gedaan. Nee, niet? Nee. Maar hij is natuurlijk wel echt degene geweest met fitnessen en goed eten. En hij wil echt als een atleet eruit zien en hard trainen en ook proberen te pieken en zo. Dat was eerst een golf helemaal niet. Je ging gewoon spelen en fysiek werd niet veel gedaan en harde oefenen was allemaal een beetje overdreven. En hij heeft het wel echt naar een nieuw level gebracht. En ook qua aandacht voor de sport en zo, daar hebben we heel veel aan hem te danken. Dus nou, hij is wel echt mijn grote idool, ja. Ben je hem al eens tegengekomen? Ja, en ik heb 1 keer in Dubai een toernooi gespeeld en speelde hij ook mee. En we speelden vlak na elkaar, dus we stonden samen voor de ronde in te slaan. En ja, weet je, liep hij langs en dat soort dingen. En dan, ja, dat is toch heel, heel apart. Gassen, meneer De Vries. Ja. Zo.
Ik ben benieuwd. Ik zie er goed uit, toch? Ja, je ziet er wel goed uit, ja. Ja. Iets te ouderwets, maar het is goed genoeg. Ja, maar je kan ermee door. Ja, ietsje. Oh, die klep vind je zeker niet mooi. Nee. Hoppakee! Hey, jij hebt al iets heel bijzonders gepresteerd toen je nog heel jong was. Want jij was als 14-jarige de jongste Nederlandse speler ooit die meedeed aan de Europese Tour, de KLM Open. Hoe werd daarop gereageerd toen jij als 14-jarig broekje tussen die grote jongens rondliep? De jongens die kennen mij natuurlijk totaal niet, die dat circuit speelden. Maar ik had wel op een gegeven moment, pakte ik een paar ballen op de drijfrangers waar we nu staan en dan op dat toernooi. En de speler die pakte dat emmertje uit mijn handen. Die dacht dat ik gewoon op de drijfrangers werkte, weet je, als jochie. Want heel veel jongetjes werken daar dan. Ja. Dus ik zei, nou prima, laat maar gaan, weet je, het maakte mij niet uit. Dus ik pakte weer een emmer, toen ging ik naar mijn plek toe en ik stond toevallig naast hem. Dus toen zag hij dat. Hij zei, oh sorry, ik dacht dat je hier werkte, ik had het helemaal niet door. Dus ja, weet je wat. Zat hij toen niet met open mond neer te kijken? Ja, hij voelde zich echt lullig. En later kwam ik hem tegen, zeg maar, toen ik echt mijn plek had op de tour. En hij kent me nog steeds van toen, dus dat was wel grappig, ja. Was dat wel voor jou het moment van, ja, ik hoor hier thuis, dit is wat ik wil? Nou, wat ik al zei, het was het eerste jaar dat ik goed speelde. Dus het was wel meer van, nou, dit is wel echt iets van, dit is wel heel erg gaaf. Maar ik had totaal niet dan het idee van, nou, ik ga dit ooit redden, dit niveau. Dit ziet er het simpelst uit, zeg maar, om te doen. En de beweging is ook vrij simpel, maar als de spanning erop staat, omdat er heel veel gevoel bij komt kijken, worden hier vaak de grootste missers gemaakt. Dit is echt het belangrijkste onderdeel ook. En ook wel het saaiste vinden de meesten, maar dit train ik eigenlijk het meeste van alles wat ik doe. Ja? Ja. En dan zeker onder druk, dit soort schoten, dan moet je wel sterk in je schoenen staan, zeg maar. Je hebt natuurlijk wel een periode gehad dat je alleen maar omhoog ging. En dat je in die Europese Tour terechtkwam, wat het allerhoogste niveau is. Ja. Vervolgens raak je geblesseerd. En kom je weer in de Challenge Tour te spelen. Is het dan mentaal wel heel moeilijk als je door zo'n blessure weer naar beneden gaat, om dan weer in je goede vorm te komen? Nou ja, het is wel moeilijk, want je bent op een gegeven moment ben je waar je wil zijn. En dan denk je, oké, weet je, nu speel je met de beste spelers op de mooiste banen en gaat het gebeuren. Nou, en dan door fysieke beperking ging het dan niet. Ik ben nu een jaar blessurevrij geweest, dus aan mijn blessures ligt het niet meer. Vorig jaar heel slecht gespeeld. Nou, had ik dus een beetje de instelling van, nou, ik ben weer een niveau lager gezakt. Ik ben zo goed, ik ga sowieso door en ik trainde niet zoveel als ik deed. En ja, ik dacht er gewoon te gemakkelijk over. En weet je, het blijft ook topsport, dus ik ging er gewoon heel hard af eigenlijk vorig jaar. En nu heb ik wel echt gewoon weer mijn werkritme opgepakt en gewoon mentaal is ook alweer terug. Dus nu moet het gewoon in de baan gaan gebeuren. Ja. Dus er moet gewoon weer geld verdiend worden. Ik verlang ook naar een goede prestatie. Ja. Nou, hup. Hij gaat erin, hoor. Hij moet erin. Yes. Pressure's on. Nou, één van de drie. Waarom lijkt het toch zo makkelijk en is het zo moeilijk? Ja, dat is met alle sporten, toch? Ja. Dat je deze sport hebt uitgekozen. Ja, maar gelukkig ben ik jong begonnen. Dan heb je het niet zo door dat het zo moeilijk is, denk ik. Die vlag waar we net stonden, daar moeten we heen. Wow, dat is ver. Ja, dus ik ga proberen een beetje over de bomen. En dat hij van rechts naar links gaat. En over het water. En over het water. Dat is vrij essentieel. Ja. Ja. Wat voor leven leid jij eigenlijk op dit moment? Nou, ik ben nu, het seizoen moet echt wel een beetje beginnen, dus ik ben nu heel veel aan het trainen. En ik zit 's ochtends gewoon in de fitness, middags gewoon trainen. En ik ga af en toe naar het buitenland om te oefenen, want het is hier echt gewoon veel te koud. Joh! Ja, het gras groeit niet, de condities zijn heel slecht. Dus ik zit echt in een voorbereiding, een paar dingen in mijn techniek verbeteren. Dat heeft ook tijd nodig. En eind april dan moet het gaan gebeuren, dan moet ik weer vlammen. Wat is de verste afstand die je slaat? Nou, als het normaal wat warm is, dan sla je tegen de 300 meter aan. Echt? Ja. En wat voor snelheid heeft die bal dan, weet je dat? Iets van 180 km per uur gaat hij van blok af. Ja. Oké. Okay. Respect. Ik word er zo jaloers van. Word je jaloers van, ja? Ja. Ah, niet slecht. Water. Plons. Die is echt weg. Nou, mijn korte termijn droom is gewoon, ik moet zo snel mogelijk terug naar de Europese Tour. En dan wil ik gewoon vast de majors spelen. Dus het US Open en het Brits Open en dat soort dingen. En het echte droomdoel is om een van die hele grote jongens te winnen. Maar dat is nog voor veel later. Daar moet ik echt kleine stapjes voor nemen voordat ik er ben. Maar wel realistisch voor jouw gevoel? Nou, weet je, een droomdoel is natuurlijk altijd misschien net boven je verwachting. Maar ik denk wel dat ik echt op de Europese Tour van vaste waarde kan zijn. En als ik daar een vaste waarde ben,
Weet je, je kan altijd een uitschieter hebben om in zo'n major, in zo'n groot toernooi. Maar de nummer 1 van de wereld ga ik niet worden, dat weet ik wel. Ja? Ja. Die hele hoop heb ik opgegeven. Het tweede filmpje gaat over jouw broer Wouter. Die is ook professioneel golfer geworden. Ja. Wat best bijzonder is natuurlijk binnen één gezin. Ja. Was er ook altijd een beetje rivaliteit tussen jullie? Nee, niet van mij naar hem. Misschien andersom wel wat meer. Ja? Of ja, het is nooit zo heel erg geweest. Maar hij kon veel slechter tegen zijn verlies dan ik dat kon. Maar het kwam ook meer naar dat hij was veel beter dan ik vroeger. En dus ik nam het altijd maar voor lief, weet je wel. Dat was prima. En hij had zo'n ontzettende drang om te oefenen en wedstrijdjes en te laten zien dat hij de beste was. Dat had ik veel minder. Dus nee, echt concurrentie hebben we nooit gehad dat we elkaar echt niet meer spraken of boos werden op elkaar. Dat niet. Nee, zo extreem was het niet. Zullen we eens even kijken wat hij te vertellen heeft over jou? Ja, leuk. Wouter de Vries is net als zijn jongere broertje verslaafd aan golf. Jarenlang speelde hij op hoog niveau, won zelfs internationale jeugdtoernooien en deed als 16-jarige mee aan het Dutch Open. Met groot plezier denkt hij terug aan zijn fanatieke jeugd, waarin de broers de Vries altijd tot het randje gingen. Ik weet nog heel goed dat we een keer op de Veluwe ook een spelletje deden dat we elkaar mochten afleiden. En dat afleiden lukte wel aardig. En ja, ik vond het niet zo erg, maar Floris die vond het wel vervelend. En het ging met clubgooien naar elkaar toe. Rivaliteit op een leuke manier. Maar vooral passie en dat kwam wel eens naar boven, ja. Dus af en toe wel een woordje gewisseld. Dag, fucking hell, hij breekt niet terug. Sorry. Bij ons zit de gedrevenheid er enorm in. En onze emotie die... ook bij Floris in zekere mate, die wordt af en toe getoond. En ja, dat gaat niet, het wordt niet binnen onszelf getoond, maar meestal ook erbuiten. Dus ja, dat viel wel op. Die scheuren, daar mag hier niet op gespeeld worden. Ja, ik dacht, we gaan niet op die winterring, want dan is het geen goede reclame voor de baan, dacht ik. Ja, typisch, hè? Ja, ik dacht meer dat het geen goede reclame voor de baan is, als je denkt dat de green is. Nee, dat maakt niet uit. Nou, oké, dat is uw... Marcel hier op de baan. Ja, dat weet ik. We zetten het paaltje weer terug en dan gaan we ergens anders heen. We gaan maar even filmen. Dus we zijn nog op de greens dadelijk. Hopen dat het snel beter weer wordt. Kunnen we mesten. We worden eraf gestuurd omdat tijdelijk de green niet bespeeld mag worden vanwege de vorst nog. Maar ik dacht dat misschien kunnen we vandaag dat we voor deze ene keer wel doen. Maar het blijkt maar weer... Weinig topsportbeleving in Nederland. Dus, Maar het is wel typisch hoe jij dit een beetje aanpakt. Hè? Net zoals je broer een beetje op zoek naar een klein conflictje. Absoluut, ja. Niet zonder slag of stoot. Nee. Want dat typeert jullie allebei wel heel erg, toch? Ja, absoluut. Ja, ja, ik vind het wel een beetje leuk, ja. Op het randje. Maar ja, dat hoort er toch bij. Ja. Anders is het ook maar zo saai. Want je broer had dit dan precies zo gedaan waarschijnlijk. Ja, die had misschien ook een handstandje over de kring gedaan. Nee, dat ben ik ook wel meer, maar... Ja. Maar dat had ook precies hetzelfde gedaan, ja. Zeker weten. En nu op zoek naar een ander gat? Ja, we gaan even ergens anders iets opzoeken. En dan iets makkelijker, want dit was wel lastig. Herkenbaar, hè? Ja. ja, dat is het wel. Ja, leuk. Maar ik vond voor hem echt heel erg dat het gewoon ja, niet lukt zoals het is, weet je. Want de jongens waar hij tegen speelde horen nu bij de wereldtop. Ja. Ja, dat had hij echt wel gekund. En, dus dat vind ik heel vervelend voor hem, maar ik heb nooit mezelf daardoor slecht gevoeld voor mijn eigen succes of zo. Dat, ja, we geven altijd steeds meer eigenlijk. Vroeger nooit. Dat was meer een soort van stoer van we gaan elkaar niks vragen. Maar nu af en toe, weet je, kijk even hiernaar of dan zegt hij, hoe denk jij hierover? Dus die band is wel goed, ja. Ja. Floris, we zijn in Apeldoorn, waar jouw ouders wonen in dit prachtige huis. Woon je nog thuis? Nee, ik woon niet meer thuis. Ik woon sinds 2 jaar in de stad in Apeldoorn. En ik ben ook veel weg, dus ik ben hier af en toe nog wel om ze te bezoeken, maar niet veel meer. Nou is golf een passie van de gehele familie de Vries. Ja. Maar jullie hebben nog een passie en dat is muziek. Ja, eigenlijk wel. Ja. Mijn vader zit in de muziek. Kan hij er wat van? Nou, ik vind de muziek die hij maakt is niet mijn stijl muziek. Maar ja, hij verdient daar zijn geld mee. Maar de muziek waarmee hij zelf optreedt vind ik wel heel leuk. En dat, ik ga ook wel regelmatig mee om te kijken als ik tijd heb en zo. Dus dat doe ik wel. Ik heb het bewust buiten gevraagd. Ja. Hij is er binnen. We gaan nu naar hem toe, dus dan kan je eerlijk zijn. Ja. Zullen we naar binnen? Ja. Dit is die muziek waar je zo fan van bent? Ja, ik zie wel dat het een lied is waar ze mee optreden, maar dat is wel een nieuwe volgens mij. Maar live, dat is leuk om te zien. Maar zo in de studio vind ik het iets minder, maar het optreden zelf is wel eens leuk. Want vader Wimber, waar moeten wij jou van kennen? Van Rettel en Frost, maar ik weet niet of wij daar zo bekend mee zijn, maar dat doen we al 35, 36 jaar.
vroeger, zeg maar, toen ging ik wel mee met geluid dragen en cd'tjes verkopen of zo. Kinderarbeid, maar het was hartstikke leuk om te doen. Maar ja, ik ben natuurlijk veel weg. En als ze optreden en ze zijn in de buurt, dan ga ik zeker. Maar ik ga niet meer mee naar Groningen of zo. Of een soort wat caddy, maar dan op muziekgebied voor je vader. Wim, je speelt niet alleen zelf, maar produceert ook muziek. Ja. Voor wie? Nou, nu voor allemaal wat onbekende mensen, maar ook allerlei gelegenheidssituaties. Zoals wat nu actueel is, zijn de Voices uit Apeldoorn. Waar we vorig jaar een behoorlijke hit hadden met Doe de Ankie. Wat, laten we zeggen, overal wel bekeken werd en op internet een dikke hit was. Dit is niet helemaal niet mijn ding. Dus zijn we staan dan. Is dat erg? Dat is wat dom. Doe de Ankie, Ankie met z'n allen. Het hele stadion gaat lekker in galop. Ik ben nu al fan. Ja, dat is dan je vader, hè? Ja. Ja, sorry. Dit is toch heerlijk? Wat, dit is een soundmix show? Ja. Daar heb jij gewoon aan meegedaan. Hé, hey, dit is ook wel mooie muziek. Is goed. Wat geweldig zeg. En hoe is dat afgelopen dan? Tweede. Van jongs af aan nemen wij kinderen mee over naartoe. Net zo goed ik naar optreden meenam, was het ook gewoon naar de golfbaan. En dan had ik een paar oude stokjes afgezaagd dat het klein was. En dan konden ze ook mee slaan. Ja. Maar ze voetbalden ook, ze tennisten. En het was gewoon, iedere sport vonden ze eigenlijk leuk om te doen. En ze waren daar elke keer zelf enthousiast mee. Maar ja, goed, ze gaan mee en ze slaan een keer een balletje. En van het een komt het ander. En ze waren super fanatiek, ze vonden het leuk om te doen. Ja. Dat hebben we altijd gezegd, je moet wel gewoon spelen en gewoon je best doen. En niet na 9 holes denken van, nou, het gaat vandaag niet of ik heb geen zin meer. Daar rijden we niet een heel stuk voor naar ergens naartoe. Ze hebben ook regelmatig staan putten en staan oefenen nog, zeker later, toen ze, laten we zeggen, wat in selectie zaten. Dan gingen ze dus echt, stonden ze te putten tot het donker werd. En dan werden er gewoon kaarsjes op de green, of op de oefengreen gezet, want er bleven ze nog doorgaan. Gewoon, ja, ze wilden gewoon door blijven gaan ermee. Ja, en zonder hun was het zeker niet mogelijk geweest. Dus, ja, zeker met halen en brengen. Ze hebben nooit gepusht of langs de kant gestaan of wat dan ook, of opmerking gemaakt over golf. Of tennis of voetbal, dat was altijd gewoon, je gaat gewoon doen en we halen je wel weer op. En, dus dat was eigenlijk hoe ieder kind het zou willen, denk ik. Dan heb ik nog oude opnames gevonden. Nou, diepe maat heeft het. Ben ik dit? Ja. Nou, je ruikt. Wat zing ik? Geen fluit. Dat is het liedje Laat maar waaien van de... Check van Linde. Nou, het kan wat worden. Ik ken de tekst niet heel goed. Oké. Verzoekjes? Wij zijn benieuwd. Kom maar hoor. Wat moet ik spelen? Oké. Okay. Marry now. Sorry, ik kan niet zingen. Ik kan het niet voor ik je doen. Ik probeer het in ieder geval. Ja. Ja. Maar een beetje. Ik kan gewoon een paar liedjes en dat meer is het niet. Maar ik vind het, ja, het is gewoon leuk. En ontspannend maar, waarschijnlijk ook. Ja. En dan het appartement staat gewoon echt de piano en dat klinkt dan heel vol. En dit is gewoon, dit is niet zo mooi. Ja, dat is gewoon leuk. En dan gaat die andere jongen en die kan het heel goed. Dus dan kan ik ook gewoon een half uur naar staan kijken. Dat is heerlijk. Ja. Nou, ik vind het knap. Maar goed, dus dat was het. Ik kan wel lekker voor je, maar... Ja. We weten nu inmiddels hoe goed jij muziek kan maken en jouw vader natuurlijk ook. Het derde filmpje gaat over Yannick, ook hij is muzikant. Weet je wat hij speelt? Nee, ik weet niet hoe het heet, ik moet niet verkeerd zeggen, maar gewoon in ieder geval met trommelen en dat soort dingen. Percussie. Percussie, ja. 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 Hij zit ook in twee bands en dat gaat hartstikke goed. Dus laten we even kijken. Yannick van ter Beek heeft zijn golfsticks ingeruild voor drumsticks. Hij speelt percussie in verschillende bandjes. Een van die bandjes heet Koffie. En zij presenteren hun nieuwe cd in Amsterdam. Ja, ik ben de muziek ingegaan. Ik ben begonnen op mijn negende met het spelen van djembe. Dat is een Afrikaanse trommel. En
Ja, dat ging eigenlijk heel erg goed. Tot in de middelbare school ben ik dat altijd blijven doen. En op een gegeven moment moet je natuurlijk een keuze maken. Wat ga je worden? En ik ben op een gegeven moment in Frankrijk heb ik een muziekkamp gevolgd. En daar werd het gewoon duidelijk. Ik wilde gewoon die muziek ingaan. En zodoende heb ik ervoor gekozen om voor het conservatorium auditie te doen. En dat is me gelukt. Ik lijkt mezelf eigenlijk met een soort van adrenaline junkie of zoiets. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar die kick in de muziek. En op een gegeven moment dan lijkt het alsof alles klopt. En dan kom je echt in een flow, noemen ze dat. En ja, dat is waar je altijd naar op zoek bent. Jannik heeft mooie herinneringen aan de tijd dat hij nog golfde op de Engelenburg. Ik ben nooit echt een groot talent geweest, maar het heeft me wel heel veel plezier gedaan. Ja, dat was altijd mooi. Daar gingen we altijd allemaal spelletjes doen, weet je wel. Kijk, we waren natuurlijk jonge kinderen, dus op een gegeven moment had je dan estafettes, dan moesten we ballen halen en dan moest je dat soort dingen. Dus dat had eigenlijk niet zoveel met golf te maken, maar toch was het was heel erg leuk om met z'n allen te doen. Floris, volg je hem nog een beetje? Ik volg hem eigenlijk het meeste via mijn vader. Mijn vader die houdt hem wel even een beetje onder de loep. Dus ik hoor alle nieuwtjes hoor ik wel. En ik, af en toe kom ik hem tegen. En dan maak ik altijd even een praatje met hem hoe het gaat en alles. En hij vraagt ook naar mij hoe het met me gaat. Kijk, we volgen allebei onze passie. Dus ik denk dat je toch wel daar iets een beetje in gemeen hebt dan. Dus ja. Ik hoop dat ik later mijn brood mee ga verdienen, ja. Ja. Is dat moeilijk? Het is op het moment is het wel redelijk moeilijk, maar ik denk, ja, ik heb alle vertrouwen en ik ga er wel vanuit dat ik het ga redden, ja. Ja, ook heel leuk. Ja, ik wist dat hij goed ging. Ik heb laatst toevallig zijn vader tegen het lijf gelopen en ik kom hem ook af en toe wel eens tegen in de stad en volgens mij woont hij ook nog in de omgeving hier. Ik weet nog dat ik één of twee keer voor zijn huis had gestaan, maar dat wist hij niet. En dan hoorde ik hem trommelen en dat soort dingen. Ja. Ja. En we weten maar, wat je vindt van de muziek van je vader, wat vind je van deze muziek? Ja, te gek. Ja. Ik vind drummen ook echt super cool en dat mocht van mijn pa nooit thuis, want het was gewoon te luid. En dat hoorde je wel, als je bij hem buiten hoorde je het dan al. Ja. En heel cool, en wat hij zegt, ja, ik respecteer echt dat hij gewoon achter zijn passie aan is gegaan. Ja. Ja, wat hij heeft, het financieel zal het dan nog niet geweldig zijn. Maar hij doet wel wat hij leuk vindt. Dat is meer waard dan wat dan ook natuurlijk. Ben je er klaar voor om Yannick en alle anderen te gaan ontmoeten weer? Ja, is goed. Ja? Ik ben er klaar voor. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Maar ik spreek ze gelukkig af en toe nog wel. Dus het wordt niet volledig dat we vreemd zijn. Maar ja, leuk. Gaan we die kant op. Goed. Daar gaan we. Boe. Clubgenoten, hier is Floris de Vries. Hey Eugene, do you remember me? Joost Luijten was, ja, en Willem Aarting had gezegd, joh, je moet weg hier, want jullie kunnen het gewoon goed en ga naar Salland alsjeblieft, het is gewoon niveau hoger. Ik heb Floris ook wel gevolgd eigenlijk, want ik weet nog wel dat hij als, ik geloof 14 jaar was, dat hij op de Dutch Open mee mocht doen. Ja. Ik heb hem ook al een aantal holes gevolgd. Als jongste Nederlander ooit. In de zon. Ja. Ja, dat is wel leuk dat zij elkaar weer vooral zien, hè, die jongelui. Dus ja, dat is wel heel gaaf, ja. De een heeft alweer een kindje, hoorde ik net. En de ander is alweer getrouwd met een kindje. De ander wil het tweede kindje al. En de een is inderdaad totaal een andere kant op gegaan. De ene golf niet meer. Dat vind ik wel jammer natuurlijk als golfleraar zijn. Willem Maarten, die was inderdaad ons pro toen der tijd.
Dus die kan ik me ook nog wel heel goed herinneren. Want dat is wel de eerste, zeg maar, die ons de eerste met zulke mini-clubjes ons golf heeft geleerd. Ja, dus dat is wel leuk om die na zo lange tijd weer te zien. En als je dan die mensen ziet, dan komt dat toch allemaal wel weer terug. Krijg allemaal weer de kleine flarden. Zo, oh ja, dat hebben we nog gedaan en dit. Dus dat vind ik, ja, dat vind ik leuk, ja. En nu zie ik hem echt. Dus nou, even vragen hoe het met hem gaat. Wat hij allemaal precies doet. Wat speelt er bij hem? Dat vind ik erg belangrijk, ja. Ik ben teruggekomen uit Rotterdam, dus en het heeft me goed gedaan, ja. Absoluut. Ja. Het is ook zo mooi. Overal krijgen we ordinaire bitterballen. En bij de golfclub krijg je gewoon hele lekkere hapjes. Jongens, mag ik heel even jullie aandacht? Want deze foto is lang geleden, 1998. En we willen deze avond zoveel jaar later altijd eventjes vastleggen. Oké, komt-ie jongens. Niks meer aan doen, ik beloof het. Hij is helemaal goed. Tot zo voor de reunie van Floris de Vries. Volgende week ga ik voetballen met Patrick Pothuizen. Hij begon zijn carrière bij Vrienden Schaar in Culemborg. Prachtige naam. Patrick speelde voor zowel Vitesse als NEC. En heeft tot op vandaag nog het record gele kaarten in de Eredivisie. Wordt vast een gezellige dag. Tot volgende week.